Ik zit hier met Arjan Noorbergen, CTO en founder van QB. En voorheen heette ze, geloof ik, Home Automation Europe. En ik praat hier eigenlijk even vandaag naar aanleiding van de toon. De toon, en dat was omdat ik zat te denken over gadgets van het jaar. En een van de gadgets die vorig jaar, zeg maar, op de markt kwam, was de toon van Essente. Nee, van Eneco. Sorry. Eneco, zeker. Eneco, hè? Ja. Hey Arjan, wat is de achtergrond van QB? Q-U-B-Y? Wij zijn een aantal jaren geleden begonnen als Home Automation Europe. Met als idee, we gaan een universele boordcomputer voor woningen bouwen. Om allerlei technische systemen in een woning met elkaar te kunnen integreren. Hè, want natuurlijk dachten wij dat iedereen met de afstandsbediening van de tv zijn gordijnen dicht wilde kunnen doen. En voor alles thuis op afstand kon schakelen. Nou, we zijn begonnen met de ontwikkeling van onze home control box, wat als universele boordcomputer moest gaan dienen. Dat is een product geweest wat op de markt is gekomen. En in 2007, 2008 zo'n beetje zijn we een ommezwaai gaan maken richting meten van en inzichtelijk maken van energie. En nou ja, dat heeft tot een aantal ontwikkelingen geleid. Ja, dus je hebt eigenlijk gewoon, je ziet van, het was gewoon wel een gedoe om die domotica. Je was vroeg met de domotica-revolutie, zeg maar. Ja, we zijn toen samen met Joris Jonker ben je eraan begonnen, geloof ik. Ja, klopt. En jullie zijn dus al 7 jaar en 11 maanden bezig met QB. Ja, wat vliegt de tijd. Ja, inderdaad, ja. Ja, en dat eigenlijk in die eerste. Dus totdat jullie in 2011, geloof ik, ben je dan. Was het in 2011 of 2012 dat de toon op de markt kwam? Begin 2012. In januari is die officieel op de markt gelanceerd. Ja. De jaren daarvoor zijn we, nou, ik denk wel jaren 4 bezig geweest met Eneco. Om van prototype naar pilotserie, allerlei testen en dergelijke. En allerlei redesigns eraan. En de user interface weer anders. En andere behuizingen en dergelijke. We zijn een aantal jaren bezig geweest om het te ontwikkelen tot het product wat het nu is. En wat in januari van dit jaar gelanceerd is. Ja, dus in ieder geval, het was een heel gedoe om eigenlijk te vinden wat je eigenlijk wilde zijn. Of wat je kon zijn in deze wereld. Want die hele domotica is al 20 jaar een enorm veelbelovende markt, hè? Ja, dat zal het ook nog wel 20 jaar blijven, denk ik. En waarom is dat? Ja. Nou ja, het lastige is, er springen we altijd allerlei mensen weer op. Wij zijn toen eigenlijk begonnen om het gat tussen de elektrotechniek, regelen en schakelen, richting IP te gaan overbruggen. En dan specifiek voor woonhuizen. Omdat wij dachten dat iedereen daar wel interesse in zou hebben. Nou ja, dat heeft dus nog wel een aantal jaren geduurd om te komen waar we nu zijn. En je ziet nu allerlei producten op de markt verschijnen waarmee het mogelijk is om op afstand in je huis dingen te gaan bedienen. Ja, dat heeft toch echt heel veel langer geduurd dan we dachten. Ja. Maar toen jullie dachten 7 jaar geleden, toen dacht je van dit staat op het doorbreken. Ik ook hoor. Dus dat was, ja. Toen zag je ook al overal standaarden komen. En waarom is het zo moeilijk? Wat zijn nou de lessen van 7 jaar proberen, Arjan? Nou, uiteindelijk moet je een product maken waar een grote groep iets aan heeft en mee kan werken. Het moet dus een simpel product zijn met 1 functie. We zijn begonnen met een kastje wat alles kan. En ja, dat is dus niet te verkopen. Kastjes waarmee je alles kunt regelen, dat snappen mensen niet. Wat heb ik er dan aan? Wat kan ik ermee? En als je gewoon 1 functie, 1 of 2 functies goed doet. Mensen snappen wat ze eraan hebben. En daar ook echt ook daadwerkelijk een behoefte aan hebben. En ook een daadwerkelijke vraag naar je. Zonder dat je echt heel hard moet drukken. Kijk eens hoe leuk, kijk eens hoe leuk. Dan kun je succesvol worden. En daar hebben wij toch te lang over gedaan om erachter te komen. We dachten wat wij leuk vinden als oprichters, dat vindt iedereen wel leuk. Ja. Belangrijk. Maar was het moeilijk om de complexiteit eruit te krijgen? Was het moeilijk om de stabiliteit eruit te krijgen? Was het moeilijk om de prijs op het juiste niveau te krijgen? Of was het moeilijk om de consument te laten zien van wat domotica aan, uit, energiebesparing, woningen, alarmsystemen. Was dat zo moeilijk? Nou, ik denk dat de combinatie is tussen enerzijds prijs en anderzijds complexiteit. Als je veel met het product moet kunnen, dingen automatisch gaan schakelen, dan zul je zien dat mensen allerlei ingewikkelde scenario's voor zichzelf gaan bedenken. Als ik het tuinpad op kom lopen, dan moet eerst 20 minuten het licht aan. Als ik dan ga slapen, moet het na zoveel tijd weer uit. Dergelijke ingewikkelde scenario's maken met een eenvoudige user interface, dat is heel erg lastig. Mm-hmm. En als je dan gaat kijken naar wat je nodig hebt aan spullenboel in je huis, aan schakeldingetjes die je kunt besturen en dergelijke,
dan loopt de prijs toch al vrij snel op. En dan zit je toch al aan een 1000, 1500, 2000 euro voordat je wat spulletjes bij elkaar hebt om er wat leuks mee te kunnen. Ja. En dan hebben ze er weer niet voor over. Nee, dat is dan een lastige sale, om het maar zo te zeggen. Ja, nou, je bent niet de enige. Er zijn zoveel bedrijven die daar op misgegaan zijn. En ook de elektrotechnische bedrijven die altijd de elektrotechniek in de huizen deden, hebben ook die overgang niet gemaakt. Ik kon nooit iemand vinden die zei, maak nou eens een modern huis voor mij. Hè. Ik bedoel, de grootste, meest fantastische voorbeeld aller tijden was Pieter van die bij KPN werkt met bewired.com. Die een huis heeft wat allemaal echt overal aan. Eens kijken, ik kan eventjes erbij pakken. Bewired.nl. Echt een briljante man. Die alles, allemaal camera's, zijn energiegebruik. Het aantal keren dat hij het toilet doortrekt, wordt genoteerd. Wie er allemaal dingen in de brievenbus stopt. Hoe het gaat met het gewicht van de mensen. Maar inderdaad ook heel veel gas. En hij had dat al 7, 8 jaar geleden. En ik zei, kom het nou eens bij mij doen. Maar hij zei, ja, dat is veel te ingewikkeld. Het is hobbywerk. Maar ik heb niemand kunnen vinden die dat ook maar eens enigszins mij kon geven. En ik loop al 5 jaar dat ik gewoon echt graag iemand wil hebben die mij de energie, energieverbruik kan laten zien. Gas en elektriciteit met een mooie dashboard, zoals ik hier bij BeWired zie, dat ik echt een beetje keurig zie wat ik er nou eigenlijk aan gebruik. Maar goed, jullie hebben daar 7 jaar... Hè? Even dan een gewetensvraag, Fietsen. Wat zou je daarvoor over hebben? Ja, ik heb er wel 1500 euro voor over om dit soort dingen te meten en dat mooi te laten zien. En ik weet namelijk dat ik ook ontzettend veel energie verbruik, misbruik en dat ik daar veel minder in kan doen. Dus ik wil een alarmsysteem, ik wil eigenlijk dat woonveilig, wat ook door een oud KPN'er is gestart, Robin. Ja. En woonveilig, die heeft zeg maar de thermostaat en die heeft het aan en uit en die heeft het alarmsysteem. Die heeft alles gecombineerd voor, ja, voor 500 euro ben je daar klaar, zeg maar. Ja. En met camera's, met alles erop en eraan. Maar die hadden de hardware wel redelijk geregeld, maar de software was toen ze ermee uitkwamen niet stabiel genoeg en niet makkelijk genoeg en ik had te veel problemen. Ze hebben nu nieuwe software, dus ik ga in 2013 het weer eens even uitproberen. En jullie heb ik toen ook gewoon gezien met Toon, zeg maar, Toon toen dat uitkwam. Maar ja, toen het uitkwam, toen was Toon niet connected met mijn smartphone. En ik denk, ja, hallo, ik ga niet zo'n apparaat ophangen, ik wil juist helemaal niet naar zo'n ding toe lopen. Ik bedoel, ik heb zo'n e-thermostaat van ICY. Nou, ja. die bedien ik bijna nooit. Ik loop nooit naar die thermostaat toe. Ik wil dat ding gewoon met mijn telefoon of met mijn website of met mijn webbrowser bedienen. Ja, en er willen ook 5 verschillende mensen in het huis willen daaraan werken. En jullie waren toen niet connected. Hoe kan dat jullie zo lang, en je komt van een connected achtergrond, hoe kan het nou dat Toon, toen die uitkwam, niet connected was met mijn smartphone of met mijn webbrowser? Nou ja, dat is wel een gewetensvraag. Wat zou ik er eens op zeggen? Kijk, natuurlijk is het zo, dat is ook het belangrijkste commentaar wat we ook in reviews zien over hoe de Toon wordt gereviewd door mensen. Zeg, ja, als ik hem nou met mijn iPhone kan bedienen, dan is het echt een perfect ding. Maar dit is de belangrijkste kritiek die we krijgen. En als je mij eerlijk aankijkt, dan zeg je, ja, dat is ook terechte kritiek. Hè? Dat is ook wel wat je wil. En in de ontwikkeling van ons displayproduct, wat we nu samen met Eneco Toon zijn gaan noemen, of althans Eneco heeft zo genoemd, hebben we verschillende mensen over de vloer gehad. Die zeiden, oh leuk, dan kan ik hem met mijn iPhone bedienen. Ja. Dat is natuurlijk wel wat je wil. Eneco is daar in eerste instantie wat terughoudend in geweest. Dan zeg je, maar ja, dat moet echt wel heel veilig zijn. Hè? Want als je op afstand bij mensen thuis dingen gaat aansturen en het kan gehackt worden en dergelijke. Dus Eco was daar toch al terughoudend in. En die hebben daar toch al, laten we zeggen, gedegen onderzoek ook naar willen doen. Van kan het dan en is het veilig? En appreciëren mensen dit? Want mensen zoals jij en ik zullen onmiddellijk zeggen, natuurlijk, dat wil ik wel. Maar heeft het grote publiek ook er een goed gevoel bij als je op afstand dingen in je woning kan doen? Ja. Yeah. Wordt daarop is, denk ik, ja. We hebben die app 2 weken geleden uiteindelijk live gezet. Nou, als je de reacties op... 2 weken geleden is het pas gebeurd. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat het van de zomer... Ze hadden toen beloofd bij de introductie dat het van de zomer... dat die app 2 weken geleden van de zomer uit zou komen. Maar hij is pas 2 weken geleden live. Dus het is echt nog heel actueel, dit interview. Ja, nee, absoluut.
En wat we zien is, en dat had ik eigenlijk niet verwacht. We hadden hem zonder verdere aankondiging in de App Store gezet. En in Eco zouden er een mailing achteraan gaan doen. En ze wilden hem eerst in de App Store hebben om te kijken. Als je in de mailing ook een link doet, dan wil je het allemaal even hebben getest dat het allemaal werkt. Ja. Nou, hij stond nog koud in de App Store. Hij was al een aantal keren gedownload. Dus mensen hebben er echt op zitten wachten. En dat is op zich hartverwarmend om te zien. Dat zodra je wat neerzet, dat mensen gelijk zeggen, dat wil ik hebben. Nog voordat Eneco de mensen had geïnformeerd, jongens, hij staat nu live. Ja. Vervolgens krijgt Eneco een hoop kritiek. Ja, hoe kan je dat nou zomaar neerzetten zonder ons te informeren? En, dus het is, is wel heel geestig. Mensen hebben er echt op zitten wachten. En in een aantal dagen zaten we dat... volgens mij zaten we in een paar dagen had de helft van alle toongebruikers hem gedownload. Ja. Dus, okay. Hoeveel keer is die gedownload? Want dat is openbare informatie. Ik denk dat... ik zou even moeten kijken weer. Ik zou eens even kijken. Maar goed, in ieder geval... dus 10.000... maar minder dan 10.000 keer, zeg maar. Ja. Oké. Maar dan zie je dus inderdaad van... dat was in ieder geval een van de belangrijkste redenen waarom ik zeg van... ik wil de thermostaat... Weet je, waar de thermostaat gemeten moet worden... is niet noodzakelijkerwijs de plek waar je hem wil uitlezen. Want dat is meestal een onhandige plek in het huis... waar die thermostaat gemeten moet worden. Nu kan ik in ieder geval met dit apparaat kan ik ergens ophangen... en dan kan ik het ergens anders nu bedienen. Dus dat kan sinds een paar weken. Hoe staat het nu met Toon eigenlijk? Wat zijn de ervaringen nu met bijna een jaar werken? Nou ja, ik moet zeggen, de samenwerking met Eneco die bevalt erg goed. Wat ons betreft mag het allemaal wat sneller lopen. Maar wat we zien is dat we ook binnen Eneco moet echt wel aanpoten om dit voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld hebben we gezegd, we willen alle installaties in het eerste jaar ook gewoon per se geïnstalleerd hebben. Dus Eneco-monteurs moeten daarvoor worden opgeleid. Die doen nu de installaties. Ja, daar heb je er maar een beperkt aantal van in eerste instantie. Zo moet je aan beide kanten best hard werken om de volumes lekker voor elkaar te gaan krijgen. Dat gaat heel goed. We kunnen elkaar erg goed vinden. En de symbiose van een... Dat is al heel wat, hè, met zo'n energiemaatschappij die nooit ervaring heeft gehad met consumentenproducten verkopen. Want iedereen is ermee begonnen dit jaar. Essent is ermee begonnen, Nuon is ermee begonnen. Ja. En dus jullie, dat is op zich zijn dat die energiemaatschappijen zijn langzaam, zijn degelijk, willen helemaal niet snel innoveren. Maar goed, het werkt in ieder geval wel. Als we kijken, Eneco heeft geloof ik 2 miljoen of 3 miljoen gebruikers van de 7,5 miljoen die er in Nederland zijn. Hoeveel? Zoiets. Volgens mij Eneco zelf heeft natuurlijk de nodige... klanten. Maar ze hebben natuurlijk Oxio overgenomen. Oxio had natuurlijk een aantal klanten. 100.000 klanten, ja. Maar ze hebben miljoenen klanten. En is het nou veilig om te zeggen van ze hadden er 5.000 of 4.000 verkocht van de zomer? Is het veilig om te zeggen dat minder dan 30.000 mensen nu zo'n meter hebben? Ja, dat durf ik wel te zeggen. Ja. Ik ga niet in exact aanpakken. Nee, maar gewoon het gaat. Maar het is dus nu nog 1% van het aantal gebruikers heeft zo'n ding. Hoe tevreden zijn die nou? Is er een forum of zo waarover gediscussieerd wordt? Ja, dus op eneco.nl kun je een forum vinden waarover de Toon wordt gediscussieerd. En ik moet zeggen, er zijn behoorlijk wat actieve gebruikers. Er is natuurlijk de nodige kritiek op dingen die niet vanaf het begin af aan helemaal vlekkeloos liepen. En inmiddels wel, er zijn natuurlijk altijd mensen die andere functies willen en het apparaat nu niet biedt. En als je gaat kijken naar de meest actievelingen, dat zijn mensen een beetje zoals wij. Ja, die eisen natuurlijk veel meer van het product dan het kan. Maar we hebben natuurlijk een leuke roadmap met Eneco. Die roadmap hebben we nodig, want kijk, ik kijk even naar mijn scherm. Ik heb net de test gedaan of mijn huis geschikt was. Ja. Kun je het zien? Ja. Toon werkt helaas nog niet in combinatie met zonnecellen. Ja, dat is natuurlijk jammer. Zonnepanelen. Waarom is dat? Dat is een beetje een wat technisch verhaal misschien. Maar de Toon die werkt met
wat het standaard jaarverbruik wordt genoemd. Dat wil zeggen dat de toon je vertelt hoe je bezig bent met, met je energieverbruik ten opzichte van je jaarverbruik. Als mensen nu zonnepanelen gaan aansluiten, dan klopt er natuurlijk helemaal niks meer van. Het ingeschatte verbruik wat een energiebedrijf voor jou heeft bedacht. Ja. En aan de hand waarvan maandelijkse termijnbedrag wordt vastgesteld. Ja. Dat bedrag dat wordt het standaard jaarverbruik genoemd. Dat heeft elke consument. Dus dan zeggen ze, je gaat ongeveer zoveel verbruiken. En dat baseren we op je verbruik van de afgelopen notaperiode. Nou, als je nu zomaar ergens halverwege je notaperiode een zonnepaneel installeert, dan weet Eneco natuurlijk niet hoe groot dat zonnepaneel is, hoeveel dat zal gaan produceren en dergelijke. Dus ja, het wordt wat lastig om dan exact te vertellen hoe je met je verbruik zit. Okay. Een ander punt is dat je eigenlijk dan ook apart wilt bemeteren wat je echt daadwerkelijk verbruikt en wat je produceert. En nu is het zo dat als je wat zonnepanelen ophangt, dan neemt je verbruik af. Althans, op de meter gezien. Maar wat je natuurlijk wil weten is, hoe doen mijn zonnepanelen het? Natuurlijk, wil ik gewoon een dashboardje. Ik wil überhaupt een beetje een dashboardje hebben van allemaal dingen die van hoe het gaat met mijn. Waar komt die energie vandaan? Ik wil natuurlijk, als ik even weet wat mijn energie is, dan wil ik daarna dieper gaan. Dus, maar dat kan in ieder geval, dat komt allemaal nog. Hey, even kijken. Dus we zitten, Eneco heeft er dus echt veel aan gedaan. Nuon heeft er veel aan gedaan. Cent heeft er veel aan gedaan. Ze zijn allemaal bezig om een user interface te creëren. Zodat die bedrijven een smoel krijgen. Dat die zichtbaar zijn. Want elektriciteit en gas is niet zichtbaar. En dat ruil je in van het een naar de andere. En ze willen graag zichtbaar zijn. Ja. Dus als je nu kijkt hoe wij dat Nederland doen, we hebben nu die smart meters worden uitgerold en die bedrijven die zitten er een beetje achteraan, we hebben een markt. Loopt Nederland nou voor of achter of is het overal eigenlijk heel langzaam met zo'n 1%, minder dan 1% penetratie van dit soort zaken? Nou, het gaat overal langzaam, hè? Als je naar absolute aantallen gaat kijken en desondanks loopt Nederland voor. Dat is mijn stellige overtuiging. Oké, ja. Nou ja, goed, je lacht erop. Maar de meter levert een hoop discussies op het gebied van bijvoorbeeld privacy. En er wordt met heel veel belangstelling in het buitenland gekeken naar hoe wij dat in Nederland allemaal uitvogelen. Die P1-poort bijvoorbeeld, die op een slimme meter zit, waarbij je als consument zelf je meetgegevens eraf mag halen, is een Nederlandse vinding. En daar wordt nu met belangstelling naar gekeken vanuit Frankrijk en vanuit Japan. We krijgen even voor de mensen thuis, zeg maar. De Tweede Kamer heeft besloten, iedereen krijgt een smart meter. Dat komt binnen nu en hoeveel jaar krijgt iedereen een smart meter? De bedoeling is dat in 2020 80% van de huishoudens een slimme meter heeft. Oké, dus in de komende 5 jaar krijgen de, of over 8 jaar zelfs, krijgt 80% van de mensen een smart meter. Die heb ik net gehad. Bij mij. En daar zit een klein. En ik vroeg me al, hoe kan ik die uitlezen? Nou, dat hadden de monteurs geen idee van. En jij zegt, ik moet die smart meter uitlezen op de meter zelf. Dat was voor mij wel een verrassing eigenlijk. Want ik kan die niet gewoon uitlezen met een. Ik kan die direct niet naar een of ander porteltje gaan en dat uitlezen. Maar kijk, we zitten hier even te kijken naar mijn. Dit is mijn smart meter. Dit is een meter van het bedrijf. Iskra. Ja, rechtsonder zit hij. En hier zit een. Kun je het goed zien? Ja. Hier zit dus een metertje. Dat lijkt gewoon een oud telefoon. Een telefoonstekkertje. En daarmee kan ik iets instoppen in deze meter. En dan kan ik daarmee mijn energie en mijn gasverbruik bekijken. Dat moet ik zelf doen. Hij was net niet helemaal in beeld, Vincent. Was hij niet in beeld? Nee, sorry. Oké, ik dacht dat je zei. Dat was goed. Even kijken. Even zien hier. Ik kan het zelf namelijk niet zo goed zien. Zo. Iets nog naar links. Zo? Ja. Daar zit hij. Ja. Onder dat gele draadje zit een telefoonstekkertje. Hier zit een telefoonstekkertje. En daar moet ik iets instoppen. En met een zendertje. En dan kan ik mijn gegevens uitlezen. En bijvoorbeeld jullie toon. Jullie toon die heeft daar een zendertje voor.
Dan stop ik er iets in en dan kan ik mijn gas en mijn elektriciteit kan ik gewoon uitlezen. Dat gaat dus niet via internet, terwijl die meter ook gewoon via internet is verbonden, neem ik aan. Ja, dat klopt. De netbeheerders die meter leveren en onderhouden voor jou, die kunnen hem op afstand uitlezen. Daar moet je overigens eerst ook nog een keer toestemming voor geven om dat te doen. Hè. Maar die lezen dat dan uit, veelal via GPRS. Dan verzamelen ze die gegevens elke dag een keertje. En dan krijg je dus aan het einde van de dag per kwartier een meetwaarde. Hè, hoeveel je het afgelopen kwartier gebruikt hebt. Mm-hmm. Nou, die gegevens moeten ze nog een keer verwerken. En uiteindelijk komen die wel in een database terecht. Maar dan zijn ze wel al een paar dagen oud. En dan zijn er dienstenleveranciers. Die kunnen dan die gegevens uitlezen via een interface. En die vervolgens inzichtelijk maken voor je. Ja. Het nadeel daarvan is dat je, op zich krijg je wel inzicht. Maar ja, dan moet je via een portal en internet, dan moet je username, password, moet je allemaal intypen. Nou, en dan moet je een account aanvragen. Ja, goed. Oké, dat doe ik eenmalig en dan heb ik een of andere dienst. En die communiceert met mijn smartphone. Dat is dus alleen maar een software dienstje eigenlijk wat ik nodig heb. Ja, op zich wel, ja. Maar dan krijg je gegevens die een paar dagen oud zijn en met de nauwkeurigheid van een kwartier. Okay. En wat wij nou zeggen is, en dat blijkt ook wel uit onderzoek, ik zal je anders wel wat linkjes doorsturen als je het leuk vindt, dat naarmate, laten we zeggen, de feedback meer real-time is, hè, dat je onmiddellijk kunt zien wat je verbruikt, helpt dat veel beter om vast te stellen waar je verbruik nou zit. Ja, en dat kan dus met die P1-poort die aan de rechterkant zit. Ja. Want op het moment dat je zelf dus gewoon daar een stekkertje in stopt, dan heb je real-time informatie wat die meter echt officieel meet. Ja, absoluut. Ja. En dan krijg je elke 10 seconden een update van hoeveel wat je op dat moment verbruikt. Ja, wat grappig. Dan ben ik toch weer terug eigenlijk naar een oogje plakken op de oude meter die ik vroeger had. En nu heb ik dan eigenlijk een soort oogje, een modern oogje op een nieuwe meter. En dan, maar dit is wel veel bedrijfszekerder. Hè? Je krijgt een digitale uitlezing en je krijgt ook een uitlezing van wat de meter zelf ook op dat moment meet. Ja, oké. Maar inderdaad wel grappig. Dat maakt het dus laagdrempelig voor een consument. Maar eigenlijk moet iedereen weer gewoon apparatuur in die meterkast gaan hangen. Oké, dus in ieder geval, daar zitten we dus nu mee. Dat komt de komende 8 jaar komt dat in alle meterkasten of in de meeste meterkasten. En enerzijds kun je dus uitlezen een paar dagen later via internet, zeg jij, of je kunt real-time uitlezen via een soort toonachtige zaak. Oké, dus dat is in ieder geval, we zitten echt nog helemaal aan het begin van de domotica in de huiskamerachtige zaken. Ja. Hoe zit dat nu met jullie, hebben die technologie ontwikkeld? Is Eneco nu de enige die dit gebruikt of zijn er ook andere partijen die dit bij QB inkopen? Heb je nog andere elektriciteitsmaat of andere energiemaatschappij in het buitenland die je nu dit product verkoopt? Of zoiets? Verkopen nog niet. We hebben wel wat contact met een aantal energiebedrijven in het buitenland. En daar zitten we op dit moment in een pilotstadium. We hopen wel dat het allemaal wat sneller gaat als bij Eneco. Bij Eneco zijn we echt met heel weinig begonnen. En stapje voor stapje, product verbeterd. Tot een commercieel product. Ja. En we hopen nu dat het wat sneller gaat. Maar desalniettemin, ook die energiebedrijven, die willen eerst allemaal wel eens even zien of het allemaal wel werkt. En wat we overigens ook zien is dat het per land toch nog wel verschilt. Wat je aan technieken aantreft. Is er een land wat echt helemaal vooruit loopt? Dus niet met jullie, maar met andere apparatuur. Is er een kampioen in dit gebied? Uitlezen van de meters en presenteren? Nou, dus in de Verenigde Staten wel het een en ander aan de hand. Daar zijn de energiebedrijven wel vrij grootschalig begonnen om slimme meters uit te lezen. Met allerlei draadloze technieken en dat ook online te brengen. En daar zijn ook wel systemen. En daar praat je toch ook wel over volumes die wel richting een miljoen gaan in totaal. Hè, op 300 miljoen, dus het is ook nog 1/3%. Uiteindelijk is dat ook nog niet zo heel veel. In absolute aantallen schiet dat daar wel een beetje op. Maar de wereld staat inderdaad wat dat betreft nog aan het begin. We hadden van de zomer een ploeg Japanners over de vloer van een Japans energiebedrijf. En die zeiden, wij hebben nu 500 slimme meters geïnstalleerd. Het is het eerste proefje wat we doen.
Ja, het is ook een bedrijf, hè? Het is ook een bedrijf met 60 miljoen klanten, bij wijze van spreken. Ja, vreselijk. Ja, die zijn ook niet zo heel ver. Hey, en dan als we dan willen gaan, we willen enerzijds inzicht hebben, anderzijds de thermostaat willen we bedienen. Daarnaast willen we natuurlijk, is het ook, als je dan eenmaal zo'n doos hebt, moet je ook alarm doen. Wil je ook gewoon, zeg maar, je energieverbruik een beetje kunnen regelen, dingen aan en uit kunnen zetten. Het oude domotica-ideaal. Ja. Gaat dat er nog van komen? Of is dit allemaal modulair opgezet? Of zeg je van nee, we hebben geleerd dat we het heel erg beperkt moeten houden? Nou, we hebben geleerd dat je het beperkt moet houden als je er een product mee wil lanceren. Maar via deze route zal ongetwijfeld de vraag komen, ook bij Eneco-klanten. Goh, dat is leuk, ik heb nu inzicht in mijn energie. Maar kan ik nou niet een knop ook hebben dat als ik van huis weg ga, dat alles in één keer uitgaat? Ja. Hè? Alles uit knop. Of kan ik niet dat als ik ga slapen, dat er wat lampjes automatisch aan en uit gaan om wat inbrekers af te schrikken? Ja, het alarm. Maar het alarm wil je toch eigenlijk gewoon... Het alarm wil je toch gewoon hebben. Nou ja, ik bedoel, af en toe gooien we wel eens een balletje op bij Eneco. Zou jullie dat niet moeten doen? En dan zeggen ze, bedoel, laat ik er eerlijk over zijn, van ja, wij zijn niet echt per se een alarmeringsbedrijf. En dan krijgen we daar vragen over van klanten, hoe moeten we dat dan gaan doen? Dus die vragen die gaan ongetwijfeld komen. Ja. En als er dan genoeg vraag is, ja, dan moeten we maar eens kijken hoe we dat met de deco gaan oplossen. Oké, nou weer een verslag van een hele langzame wereld. Maar in ieder geval, wat we weten is dat toon nu ook gewoon uitleesbaar is met een appje. En je kunt de temperatuur op afstand aan- en uitzetten. En je kunt je energieverbruik, ook kun je die dashboard zien, complete dashboard zien op je app. Nou, we hebben deze smartphone-app is een app die we hebben bedacht om mee door je huis te kunnen lopen. En dan even te kunnen zien van nou ja, wat wordt er nou verbruikt. Hè? De echte inzicht dingen zitten hier niet op. Hè? Dus de grafiekjes en dergelijke, dat zit allemaal op je toon. Maar ja, misschien mag ik dat zeggen, misschien ook niet. Maar we zijn driftig bezig met wat plannetjes voor een tabletversie van de app. En daar kan je natuurlijk uiteindelijk wel meer mee doen. Oh, dus ik kan ook nog niet, ik kan alleen maar, ik moet echt naar dat ding fysiek toe, naar Toon, om daar inzicht te krijgen. Maar kan ik niet op een webbrowser of zo al die gegevens ook inzien, nu? Grafiek en dergelijke? Ja? Nee. Ik moet naar de Toon, en dat ding blijft ook binnen de Toon. Dus ik kan nog ineens even in spreadsheetjes downloaden of zo van mijn actuele verbruik, om een beetje naar te kijken. Nee, op dit moment niet. Tjonge. Het is toch echt wel, deze wereld is wel gesloten, zeg. Het is echt ongelofelijk. Dan moet ik een fotootje maken van de grafieken. En dat om dat bij te gaan houden. Nou, ja. Nou, in ieder geval, dit is altijd... Dit is een mooie reactie. Gaan we wat mee doen. Ja, maar het is altijd met die domotica-wereld. Het is echt, het gaat... Als je eraan gewend bent dat het langzaam gaat... gaat het daarna nog echt drie keer zo langzaam als je werkelijk denkt. En ik weet dat het niet aan jullie ligt, want jullie zijn... Qua communicatie en achtergrond zijn jullie gewoon eraan gewend om het gewoon open te doen. En hè, jullie allemaal gewoon uit de KPN-wereld en BT en weet ik veel wat jullie allemaal zijn. Maar goed, dus in ieder geval, we zijn weer op de hoogte. En we weten weer anno 2013 dat er nog een hoop gaat gebeuren in deze markt. Dankjewel Arjan voor dit gesprek. Geen dank.